Ja, beste mensen thuis, we zijn gewoon de boel nog een beetje aan het volpraten totdat het 13:30 is. En dan leg ik jullie gewoon ook even uit waarom het wat verlaat is. Dat ligt niet aan de organisatie hier, want we hebben een hartstikke goede technicus. Maar die technicus die had gezegd, ik heb net iets meer dan een uur nodig om op te bouwen. Maar we mochten niet eerder de zaal in, want het was een hele belangrijke vergadering hier vooraf. Dus vandaar dat we net iets meer tijd genomen hebben en we nu 13:30 naderen. En dat betekent dat jullie welkom geheten gaan worden door Henriette Korpershoek van het havenbedrijf Rotterdam. En die ga ik de microfoon even geven. Even wennen aan de microfoon. Goedemiddag allemaal. Welkom hier in de Rijnzaal bij het havenbedrijf Rotterdam. Ik ben Henriette Korpershoek, programmamanager bij Bodem en Ondergrond bij het havenbedrijf. En ik vind het heel fijn dat hier zoveel belangstelling is voor de vitale bodems. Om eerlijk te zijn, was het binnen een dag, begreep ik van Henry, waren alle stoelen hier bezet. Het is gelukkig gelukt om er ook een soort livestream van te maken, waardoor niemand teleurgesteld hoefde te worden. En iedereen dus mee kan luisteren. Misschien is het mooi om even te vertellen hoe we hier gekomen zijn, want dat is wel een leuk verhaal. Op Bodembreed vorig jaar had ik de 3 sessies, dat was een enorme menukaart vorige keer en met heel veel verschillende keuzes. En ik had 3 keer biodiversiteit gekozen. En naast mij zat René Zijlstra, programmamanager Bodem en Ondergrond bij het Rijk Vastgoedbedrijf. Wij kennen elkaar goed en ook voor 3 keer biodiversiteit. Dus wij raakten in gesprek met elkaar en waar onze interesse en hoe zit het in elkaar. Nou ja, dus ja, ik weet niet of iedereen dat weet, maar het havenbedrijf Rotterdam is een heel groot beheergebied. Als je nu in je auto zou stappen en je rijdt een uur lang westwaarts, dan zit je nog steeds in het havengebied. En ook delen van Alblasserdam en bijvoorbeeld Dordrecht, die horen bij het beheergebied. En bij René Zijlstra is dat eigenlijk hetzelfde verhaal. Die hebben ook enorme arealen waar zij het beheer voor doen. Dan is natuurlijk de hele nieuwe lijn. Dus ja, in het verleden keken we natuurlijk altijd naar de chemische kwaliteit. Chemische kwaliteit vertelt ons wat voor soort grond het is. Met welke kwaliteitsklassen we te maken hebben en wat je er vervolgens mee kunt. Fysische kwaliteit vertelt of we het überhaupt kunnen gebruiken voor een toepassing. Maar ja, biologische kwaliteit, daar is eigenlijk nooit echt aandacht voor geweest. En dat snap ik ook wel, want dat is natuurlijk razend complex. Bodem is heel complex, ecosystemen, vitale bodem, gezondheid. Maar hoe belangrijk, want eigenlijk is dat wel in onze beleving waar alles om draait. Een gezonde bodem en hoe beheer je dat? Hoe zorg je dat die bodems gezond zijn, gezond blijven? Nou ja, René en ik zaten met talloze vragen en hadden echt behoefte aan antwoorden. Toen spraken wij Henry Schouten van Bodembreed. En ja, zo is het gekomen tot deze middag. Henry, zal ik het stokje aan jou geven? De microfoon in dit geval. Ja, dankjewel. En dat betekent dat het voor ons als Bodembreed Forum ook een beetje een bijzondere bijeenkomst is. Want niet alleen zijn we te gast in dit hartstikke mooie gebouw in deze mooie organisatie. Maar we organiseren deze middag ook samen met een aantal niet-leden. Die ik dan ook specifiek maar even wil bedanken daarvoor. En dat is René Zijlstra, net al even genoemd, van het Rijksvastgoedbedrijf. Maar ook Sonja Kooijman, die van TSJKB. Die zich druk heeft ingespannen om samen met Sietse, maar die is gewoon lid van Bodembreed Forum. En Henriette, die is ook gewoon lid van Bodembreed Forum, deze middag te organiseren. Maar Sonja, misschien dat je nog kijkt. Sonja is verhinderd vandaag, maar dankjewel. En René ook bedankt. We hebben een programma wat rondom een thema gaat wat voor ons als Bodembreed Forum toch ook wel een beetje nieuw is. Hè. Het is allemaal hartstikke actueel. En wat we willen doen met jullie is om de dag door te lopen, of de middag door te lopen, door eerst even beschouwend te blikken. Wat is eigenlijk schone bodem en wat is vitale bodem en hoe moeten we daar dan mee omgaan? En dan het Europees beleid erbij te pakken en te kijken van hoe Europa dat eigenlijk vertaalt in de richtlijnen. En daarna verder te kijken wat voor impact dat eigenlijk heeft voor decentrale overheden die daar een belangrijke rol in zullen moeten gaan spelen.
hoe zich dat vertaalt voor decentrale overheden in voorbeelden. Dus Minke Siemensma komt daar wat over vertellen van provincie Brabant. En dan gaan we naar een heel praktisch stukje toe waar Jan-Ari Korevaar. God, nou raak ik het ineens kwijt, Jan-Ari, maar ik zeg het helemaal goed, hè? Ja, dankjewel. Jan-Ari Korevaar ons wat vertelt over de open bodemindex. En dan willen we met jullie een korte paneldiscussie aangaan, als daar voor zover daar nog tijd voor is, maar ik denk dat dat echt wel moet lukken. Tussendoor doen we een pauze, die hadden we gepland op een half uur, maar vanwege het feit dat we wat later begonnen zijn, brengen we dat terug naar een kwartiertje. Dat is eigenlijk wat mij betreft. We hebben natuurlijk qua praktische dingen een beetje de standaard voor de thuiskijkers. Hou je microfoon voorlopig even dicht. De chat die werkt, Diana die houdt de chat bij. Als je vragen hebt, dan kan Diana ze doorgeven. En dan brengen wij ze hier naar voren. Tot zover. Ik wens jullie een fijne middag, mezelf ook. En ik ga Sietse Keuning ga ik het woord geven, die namens Eline Keuning, die het voorbereidende werk gedaan heeft natuurlijk, maar het verhaal van Eline komt vertellen, omdat Eline helaas ziek is. Wat mij op mijn allerlaatste praktische puntje brengt, dat INW, Karin Blauw van INW, die vitale bodems in haar portefeuille heeft, die heeft helaas ook af moeten zeggen, omdat zij vindt dat de minister belangrijker is dan wij. Daar heb ik het verder maar niet over gehad. Nee, maar zij moest onverhoopt vanmiddag opkomen dagen in een gesprek met de minister. Nou, dat is er natuurlijk vergeven. Dus we doen het even zonder haar. Sietse, kom jij naar voren? Ga ik in mijn hoekje zitten? Krijg jij de microfoon? Ja?